Nou, het leerdoel van 10.5 medische beeldvorming is dat jij een beschrijving kan geven, dat je verschillende eigenschappen kent van een aantal beeldvormende technieken en dan in het bijzonder in medische toepassingen. Dus al die scanners die ze in het ziekenhuis hebben, waarmee zij zonder te snijden in het lichaam toch in het lichaam kunnen kijken. Daar gaat het om. Nou, de allerbekendste en de alleroudste techniek, dat zijn röntgenfoto's. Hè? Dan zie je daar rechts meneer Röntgen afgebeeld. Hij is dus de ontwikkelaar van dat apparaat. En dan zie je links de typische röntgenfoto's. En ja, je wist het misschien al wel, maar röntgenfoto's zijn dus speciaal bedoeld om de harde onderdelen, de botten, van het lichaam in beeld te brengen. En dan zie je hier een voorbeeldfoto van een gebroken sleutelbeen. En dan heb je hier nog wat foto's van een gebroken arm, een breuk in de spaak, in de spaakbeen, breuk ellepijp, een breuk spaakbeen en ellepijp. Maar het gaat in ieder geval daarom dat je weet dat röntgenfoto's bedoeld zijn om de harde lichaamsonderdelen in beeld te brengen. En hoe werkt dat nou precies? Nou, van de patiënt die wordt van voren dan bestraald in het voorbeeld van de sleutelbeenfoto. En achter de patiënt daar bevindt zich een gevoelige plaat die gaat reageren op straling die daar opvalt. In eerste instantie is die plaat gewoon wit. En ja, röntgenstraling is een vorm van gammastraling, horen we te weten. En we horen daarbij ook te weten dat het een hoog doordringend vermogen heeft. En het heeft geen enkele moeite om door zacht weefsel te gaan. En dan zie je ook hier bijvoorbeeld bij de ribbenkast, het gaat dwars door de longen heen. En die straling komt dus op die gevoelige plaat achter de patiënt terecht. En die gaat het verkleuren, dat wordt donker. Natuurlijk kan röntgenstraling ook wel door botten heen, maar het wordt toch een klein beetje meer afgeremd dan straling door weefsel. Dus er komt wel wat minder straling terecht op die plaat, daar waar de botten zijn. En dat blijft dus wit. Dus dan snap je nu ook, door dat doordringende vermogen van röntgenstraling, dat je hier zachte weefsels maar moeilijk mee in beeld kan brengen. Dat het vooral gaat om de harde onderdelen. Nou, wat voor rekenwerk zou je nou moeten kunnen uitvoeren? Mag je verwachten dat je kunt uitvoeren behorende bij röntgenstraling? Nou, ten eerste moet je weten, röntgenstraling is een vorm van gammastraling. Een bepaalde tabel in BINAS die vertelt ons, afhankelijk van welke golflengte of welke frequentie de gammastraling heeft, hoe we het gaan noemen. Want het elektromagnetisch spectrum waar die gammastraling dus onder valt, dat is heel breed. Dat is dus ook zichtbaar licht als die golflengtes in een bepaald gebied vallen waar ons oog gevoelig voor is. Maar ook infraroodstraling valt hieronder. Dus dat is warmte. Ja, onze draadloze internet signaaltjes is ook een bepaalde vorm. En als het golflengtegebied volgens die tabel binnen dit gebied ligt, dan noem je het röntgenstraling. Dat is een gebied van 1 picometer tot 10 nanometer. Nou, dan kun je in BINAS tabel 2 de voorvoegsels vinden als je die vergeten was. Nou, de pico is niet een hele bekende, de nano misschien nog wel. Maar de pico is nog 1000 keer kleiner. En dan kun je hier dus zeggen dat de picometer een 10 tot de min 12e meter is. En een nanometer, dus dat is 10 nano, dat is een miljardste meter. Dat ziet er dan zo uit. Ja, dus als je ermee moet rekenen, dan zul je met deze getalwaardes moeten gaan werken. En dan hier een kleine oefening. Stel je voor bij een golflengte van 1 picometer. Dan zou jij willen weten
Wat is de energie van een röntgenfoton? Nou, daar bestaat een bepaalde formule bij. Ergens aan het begin van het hoofdstuk is die gepresenteerd. Dan heb ik H keer F. En wat is H dan? Nou, dat is de constante van Planck. Die vind je in tabel 7a. Alle constanten. En dan moet je dat vermenigvuldigen met de frequentie. Oké. Nou, die constanten die gaan we straks invullen. Maar het gaat er nu even om. Hoe kan ik vanuit een golflengte naar frequentie bij gammastraling? Kan iemand mij dat vertellen? Welke formule hebben we hier nodig? Die zul je in een toets dus ook er zelf bij moeten denken. Hè? Dat moet je weten. Hoe ga ik van een golflengte naar een frequentie? Nou, gelukkig hebben wij hoofdstuk 8 gehad over golven. Arie, heb jij een idee? Bestaat er een formule die lambda en F aan elkaar koppelt? Heb je die ooit geleerd in dat hoofdstuk over golven? Ja, maar ik weet hem niet meer. Je weet hem niet meer? Jawel, joh. Als je hem ziet, dan denk je, oh ja, die. Hij moet zo standaard zijn als Fz is m keer g. In één formule, hoofdstuk 8. Bij de golfsnelheid, toch? Ja, goed zo, Gosja. De golfsnelheid heb ik nodig. C is F keer lambda, toch? Ja, kijk. Heel goed. Arie, ik hoop dat die je bekend voorkomt nu je dit zo hoort. Toch? C is lambda keer F. Ja, inderdaad. Ik wist dat je het wist. Nou, die golflengte was dus 1 picometer, dus die gaan we zo meteen invullen. Maar hoe zit het met die V? Dat heb ik in een eerdere domeinopdracht aan je gevraagd. Die van vorige week, dacht ik. Waarom zul je nooit een vraag kunnen verwachten als bereken de snelheid van het gammafoton? En wel bij alfa of beta deeltje, daar mag je die vraag wel verwachten. En dat hebben we ook geoefend. Maar bij een gamma-deeltje niet, omdat er niks aan te rekenen valt. Het is een weetje. En Chelsea, heb jij dat weetje inmiddels in jouw hoofd? Met welke snelheid reist gamma-straling door de lucht? We hebben het vorige week in een van de opdrachten tegengekomen. Chelsea zei wel iets, maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Je weet het niet uit je hoofd. Diana, weet jij het nog? Met welke snelheid reist gammastraling door de lucht? En als je weet dat licht een onderdeel is van gammastraling, met welke snelheid gaat gammastraling dan? Gewoon C zelf. Gewoon C zelf? Ja, gewoon dat. De snelheid van het licht. Zo, dat is hem. Nou, en dan zoek ik die op in tabel 7a. Het is een constante, namelijk de snelheid van het licht. Nou, en die weten wij. Zo, daar hebben we uitgebreid mee gewerkt in het hoofdstuk relativiteit. Ja, dus wie alweer een weetje dat voorbij komt, wat je moet weten, hè, bij gammastraling. Je moet hier weten, V is lambda keer F en de V is dus de lichtsnelheid. Oké, dan ga ik vragen aan iedereen, opdracht voor iedereen, om nu mij te vertellen welke frequentie rolt hier nu uit. Ja, reken maar uit. Pak je rekenmachine erbij en dan wil ik weten welke frequentie hierbij hoort. De golflengte van 1 picometer. Nee, 1 picometer heb ik hier alvast voor je klaargezet in het rood. Als je een antwoord hebt, wil je dan even een handje opsteken. Dan weet ik dat ik niet onnodig lang hoef te wachten. Ik verwacht wel dat je binnen een minuut je antwoord hebt gevonden, hoor.
Nou, kijk, Jan is al klaar. Ja, daar komen de eerste handjes al goed zo. Dan ben ik mijn rekenmachine kwijt achter mijn bureau. Dus ik ben erg afhankelijk van jullie. Oké. Nou, ik denk dat iedereen nu wel zijn antwoord moet hebben gevonden. Oké, Sarah is net bijgekomen. Sarah, mag ik het van jou weten? De handjes kunnen naar beneden hoor, jongens. Welke frequentie komt daaruit volgens jou, Sarah? Ik hoor niks van Sarah. Ben je daar? Hallo, Sarah. Reactie graag. Je handje ging net omhoog en weer naar beneden. Nou, ik ga door hoor. Naina, kun jij mij vertellen welke frequentie daaruit is gekomen bij jou? Nou jongens, wat is er nou aan de hand? Ik hoor niks terug. Luco, ben jij daar? Het is toch 3 keer 10 tot de macht 20ste? 3 en dan keer 10 tot de 20ste. Dat is wat je zei, hè? Ja. En, een afgeronde 3 bedoel je? Hoe bedoelt 3,0. U? Ja, 3,0. En welke eenheid heeft frequentie? Hertz. Hertz, ja. Oh, die moet naar beneden staan. Dat is inderdaad het antwoord. En dan nog één stapje maken, want de oorspronkelijke vraag was de energie van een foton. Nou, constante van Planck, die kun je gewoon opzoeken in BINAS. Dat is een heel klein getalletje. Dat is deze. Zo, 6,6 keer 10 tot de min 34ste. En dat moest ik dan doen, hier staat die, keer de frequentie. Dus die kan ik kopiëren. Zo. En dan komt daar wat uit. Maar, wel even opletten, dat is nog in Joule. Dus er hoort nog een stap gemaakt te worden om naar elektronvolt te gaan. Maar dat doen we straks. Ik wil graag van jullie weten, welk getal komt hier nou te staan in Joule? Besef wel, hè, als jullie nu bezig zijn, dat die formule E is HKF, de energie is van één gamma deeltje, hè, van één foton. Het is niet de totale energie van de gehele straling, want daar zou je ook een tijdsduur voor moeten hebben, om dat te kunnen uitrekenen. Maar dat komt volgende keer. Wat is de uitkomst van deze rekensom? Gosja, heb je hem al? Ik zie je handje omhoog. Of is dat van de vorige keer nog? 1,98 keer 10 tot de macht min 13. 1,98, even kijken, keer 10 tot de macht 13. Jan, kun jij dat, misschien bevestigen, dit getalletje? Je zal hem vast ook wel hebben gevonden. Ik wil even van één persoon wel horen dat dit klopt. Ja, Jan, jij hebt dat ook? Oké. Goed. Nou, ja, dan moeten we ook soepel kunnen rekenen met elektronvolts, hè? Dus daar moet nog een stap worden gemaakt. Nou, dan, ja. Nou, als ik wist, ik heb ook het antwoord, maar dan als je hem afrondt, wordt het 1,99. Maar ik weet niet of het heel veel uit. 99? Ja, want het wordt 1,9878. Oké.
Dat verschil maakt niet uit, want als we kijken naar de significantie van onze oorspronkelijke gegevens, is het kleinste aantal 2. Dus zowel 1,98 als 1,99 zou dan op 2,0 moeten worden opgeschreven. Dus dat maakt dan niet zoveel uit hier. Dat verschil dat gaan we op het einde toch gaat verdwijnen bij het afronden naar 2 significant. Maar ik ga hier nog even verwijzen naar Binas tabel 5. Want daar staat hoeveel 1 elektronvolt waarde is uitgedrukt in joule. Dat zijn, daar staat dit getalletje. Deze hier. Oké. Nou, ik heb zoveel joules in 1 foton zitten aan energie. Maar ik wil nu weten hoeveel elektronvolt is dat. En dan krijgen we dit van Binas tabel 5. Nou, welke rekensom moet je maken om de energie uit te drukken in elektronvolt? Het is weer een opdracht voor iedereen. Ik wil weten, eigenlijk wil jij zelf ook wel weten, kan ik de goede kant opwerken met die 1,602? Want er zijn die 2 mogelijkheden natuurlijk. Of je gaat delen of je gaat vermenigvuldigen met dat getal van Binas 5. Nou, ontdek zelf eventjes of je de goede keuze maakt. Nou, Ibrahim, welke berekening moet worden gemaakt volgens jou? Delen 1,602. Ja, inderdaad. Heel goed. Delen door dat getal. Dus dan schrijf ik hem even op. Heb je misschien ook al een uitkomst daarvan? Van die deelsom? Ik moet hem nog even uitdrukken. Ja. Als jij niet met de, als jullie niet met de X-knop willen werken, maar die 10 mag er gaan uitzitten schrijven. Ja, dat mag natuurlijk, maar let alsjeblieft op dat je na de deling wel haakjes eroverheen zet. Anders gaat het niet goed aflopen. Nou, dit is het. Het is een deelsom. Ik hoop dat dat voor iedereen duidelijk is. Heb je hem gevonden, Ibrahim? Ik moet erachter. Je wordt er een beetje zenuwachtig van. Je zei het goed hoor, dit is de rekensom. Wat dan, Dit is de rekensom. 12 keer 10 tot de vijfde. 12, ja, 12, maar 3 keer 10 tot de vijfde. Dat komt mij totaal niet bekend voor hoor. Ik weet niet wat daar mis is gegaan. Nou, laten we even kijken naar mijn uitwerkingen. Nee, dit herinner ik me echt niet hoor, dit getal. Jawel, je had gelijk joh. Ibrahim, kijk eens. 12 keer 10 tot de vijfde. Ik zat met miljoen in mijn hoofd, maar dit is natuurlijk hetzelfde. Hè? 1,2 keer 10 tot de zesde. Dit mag je eventueel opschrijven als 1,2 mega elektronvolt. Als je dat wil, maar dat hoeft niet. Ja, nee, het ging helemaal goed. Ja, toch. Ik was even jouw getalletje kwijt. Ja, dit is hem, jongens. Oké. Okay. Ja, dus dit is, het, dit is een voorbeeldje van het typische rekenwerk wat je zou moeten kunnen uitvoeren bij röntgenstraling. En je ziet dat er een paar dingen zijn die je gewoon moet weten, dat deze formule van toepassing is voor gamma-deeltjes en dat deze formule van toepassing is met kennis van de golfsnelheid is de lichtsnelheid. Er zijn wel een paar dingen bij röntgenstraling die je gewoon moet weten. Oké, dan gaan we door. Gaan we eens kijken naar de globale werking van een röntgenapparaat. Wat er nou precies gebeurt in dat apparaat is het volgende. Ik heb hier een schema gevonden. En hier staat wel netjes uitgelegd wat er nou nodig is om röntgenstraling te maken.
Het gaat als volgt. Ik heb hier een spoel. En daar gaat heel veel stroom doorheen. Dit wordt gigantisch heet. Zo heet dat het heel hard gaat trillen. Zoals je weet, die atomen gaan heel hard trillen. En die elektronen die raken daardoor los van hun atomen. Dus die elektronen krijgen een gigantisch hoge snelheid. Ze worden eruit geslingerd als het ware. En die gaan dan voor een deel die kant op naar rechts. Dat noem je de kathode. Dat is de kant die de elektron heeft geleverd. Dan heb ik hier een plaat, dat noem ik de anode. En die ontvangt die elektronen. Die wordt dus blootgesteld aan elektronenstraling. Nou, die elektronen die gaan gigantisch hard botsen met de atomen van het materiaal waar de anode van is gemaakt. En bij botsingen, weet je misschien nog wel, daar gaat warmte ontstaan. Dus ook deze anode die wordt hartstikke heet. Tijdens het botsen gaan die elektronen hun energie verliezen. Want ze gaan wel langzamer, uiteindelijk komen ze gewoon stil te staan in die anode. Dus ze moeten hun energie kwijtraken. Nou, dat gebeurt niet alleen maar in de vorm van warmte in de anode, maar daar gaat dus ook straling vanaf komen in de vorm van gammadeeltjes. Op die manier kunnen elektronen hun energie ook verliezen tijdens het botsen, dat ze gammastraling gaan uitzenden. Dat is hun manier om energie kwijt te raken. Die anode die wordt heel erg heet. Maar dat mag niet gaan smelten. Daar is het niet voor bedoeld. Je ziet hier nog een buis met W in, W uit. En wat betekent dat nou? Dat is water in, koelwater. Dat is onderdeel C. Dat neemt de warmte op, zodat de temperatuur van de anode nog beperkt blijft. En dan heb ik hier water uit. En zo wordt de warmte opgenomen. En je ziet dat er nog een buitenste schakeling met spanningsbron nodig is om die elektronen een rondje te laten maken. Deze spanningsbron trekt die elektronen uit de anode en die stuurt ze door en die gaan weer de spoel in. En dan is het rondje compleet. Nou, en deze straling, daar staat X bij. X-ray in het Engels, hè, wordt röntgenstraling genoemd. X-rays. Ja, die gaan eigenlijk alle kanten op, die röntgenfotonen. Een deel daarvan treft de patiënt, maar een ander deel gaat eigenlijk helemaal verloren. En daarom is het dus ook belangrijk dat een persoon die een patiënt behandelt met röntgenstraling zichzelf beschermt. Want die wordt wel blootgesteld aan röntgenstraling. Dus die moet een loodschort dragen. Nou, daar hebben we rekenwerk aan verricht. Hoe dik moet een schort zijn om zoveel stralingsreductie te krijgen? Dat kunnen wij al. Wat er wel eens wordt gedaan is dat er spiegels worden geplaatst, zo dit soort spiegels, die nog een beetje de fotonen die er tegenaan botsen, kunnen terugkaatsen de goede kant op naar waar de patiënt heen gaat. Normaal gesproken zou je die straling verliezen en zou je dus mensen in de buurt van de patiënt dus onnodig belasten. Maar je kunt dat wel wat opvangen door daar spiegels te gebruiken. Oké, dan gaan we door. Dit is redelijk nieuw apparaat, een doorontwikkeling van de röntgenfoto. Dat is een röntgenfilm, dat is de CT-scanner. En CT staat voor computertomografie. En dat betekent weer beeldvorming met computers. En het gebeurt op basis van röntgenstraling. En zo'n apparaat ziet er als volgt uit. Een donutvorm, waar de patiënt doorheen gaat. Misschien alleen maar dat lichaamsonderdeel wat de arts wil zien, maar soms moet een totale scan worden gemaakt en dan gaat die patiënt er helemaal doorheen, door die donut. En daar zit een zit röntgenapparatuur in, waar de patiënt aan wordt blootgesteld. Dit is wel veel belastender voor de patiënt. Dat zie je hier. Want de energie die de patiënt opvangt, de stralingsenergie, die kan wel 200 keer meer zijn dan een simpele röntgenfoto. Het voordeel ervan is wel dat je veel gedetailleerdere informatie te zien krijgt en dat je ook zachte weefsels kunt onderzoeken met een CT-scanner op basis van röntgenstraling.
Aan de andere kant, zo'n apparaat is wel veel duurder dan een röntgenfotoapparaat. Dus de behandelingen zijn wel een stukje duurder. En dit is een voorbeeldje van clips uit een filmpje. Je ziet hier dat de hersenen worden onderzocht. En ik wil je ook nog een filmpje laten zien van een typische CT-scan. Daar heb ik die link aangeklikt. En dan switch ik even over naar mijn beeld van dat filmpje. Als het goed is ga je dat... nee, verkeerde beeld. Deze hier. Kijk, als het goed is heb je nu een filmpje in beeld. En de arts die scant hierdoor heel het lichaam van top tot teen. Nog een keertje. Ik herken wel een aantal lichaamsonderdelen. Kijk maar hier. Ik weet wat dit is. Weten jullie het ook? Wat zou dit hier kunnen zijn? Wat ik hier omcirkel. De wervelkolom, toch? Ja, de wervelkolom denk ik ook. En hier dan waar de zenuwen doorheen gaan. Ja. En dan scannen we een beetje door en dan zien wij op een gegeven moment hier volgens mij allemaal organen uit de buikholte met lever, maag en dat soort dingen hier, denk ik. Maar voor mij komen hier nog wel wat herkenbare, kijk hier. Ik denk dat we hier nu ter plekke zijn van de heup. Je ziet hier... die heupbeenderen en het bekkenbot hier. En op een gegeven moment ga ik, denk ik, hier de benen zien. De dijbotten aan de zijkant. En dan denk ik dat dit een man is die gescand wordt. Want ik herken hier twee lichtgevende vlekjes. Nou, je kan wel raden wat dat kan zijn. En volgens mij wordt mijn vermoeden bevestigd bij het laatste beeld. En dan zie je dat hier ergens gebeuren. Nou, wat denken jullie? Zou een man moeten zijn, toch? Ik denk het wel. En hier dus de botten van de dijen. En je zag net ook de organen in beeld, dus ook zacht weefsel kun je met de CT-scanner in beeld brengen. Oké, dan switchen we weer terug naar het presentatiescherm. Zo. We gaan naar de volgende, PET-scan. Ik ga straks een werkblad met je delen en dan kun je een bepaald filmpje bekijken waar mooi wordt uitgelegd hoe dat allemaal in zijn werk gaat in het ziekenhuis. Dit is een voorbeeld van een PET-scan wat je hier nu in beeld hebt. Ik zal hem even wat kleiner maken. Zo. Allemaal oplichtende gebieden in het lichaam en dat heeft een bepaalde betekenis. Hoe werkt een PET-scan? Waar staat PET-scan voor? De afkorting PET-scan betekent hier positron emissie tomografie. Tomografie is dus beeldvorming met computers. Emissie, er worden positronen uitgestraald. En ja, de positronen, die worden uitgestraald. Hoe werkt dit nou allemaal? Nou, in het medisch laboratorium gaat de laborant eerst met glucose aan de slag. Daar wordt op een of andere manier een atoompje vanaf gehaald, een waterstofatoompje bijvoorbeeld. En daar wordt een beta-plusstraler aangekoppeld. En dat kan bijvoorbeeld een stikstof 13 zijn of een fluor 18, dacht ik. Dat zijn radioactieve atomen en dat zijn beta-plusstralers. Oké, nou het moeten beta-plusstralers zijn, want die reden wordt zo meteen duidelijk. Dat glucose, dat wordt in oplossing gebracht. Dat gaat een spuit in en de verpleegkundige die de patiënt gaat behandelen, die brengt dat in de bloedbaan, die spuit, met radioactief glucose. Ja? Nou, dat verspreidt zich door heel het lichaam, hè, via de bloedbaan.
Want heel het lichaam heeft glucose nodig. Maar er is een bepaalde eigenschap van ziek tumorweefsel waar gebruik van wordt gemaakt in deze methode. En dat is deze eigenschap hier. Tumorweefsel heeft een veel hoger glucoseverbruik dan gezond weefsel. Dus dat glucose gaat zich daar ophopen. En dan heb je dus tumorweefsel waar radioactief glucose in zit en waar dus beta-plus straling vanaf komt. Maar die beta-plus straling, dat is niet de straling die weer in zo'n donutvorm met detectors wordt gemeten. Want we moeten inmiddels wel weten hoe dat zit met het doordringend vermogen van alpha, beta en gamma straling. Alpha en beta kan eigenlijk gewoon niet door het menselijk lichaam heen als het daar binnen ontstaat. Gamma straling wel. Nou, er gebeurt nog een tweede stap en dat is het volgende. Die positronen, dus de positieve elektronen, dat zijn beta plus deeltjes, hè? Die gaan botsen met elektronen uit het weefsel. Dat is daar gewoon aanwezig natuurlijk, hè? Gewone normale elektronen. En daar gebeurt dan iets bijzonders als een positron en een elektron elkaar ontmoeten. Dat gaat een gammafoton vormen. Eigenlijk twee. En dan gaat dit proces ontstaan. Als ik een elektron zou moeten opschrijven, dan is dat dan... Dan heb ik geen... Nee. Als ik een elektron ga noteren, dan schrijf ik op min 1 en 0 boven. Hè? Min 1 betekent lading. En dan hier elektron. En dan plus. Ja, een positieve elektron, want dat is gewoon een beta plus deeltje. Dan moet ik aan de onderkant een plus 1 schrijven. En aan de bovenkant nog steeds massa 0 en elektron. Dit is het beta plus deeltje. Als je nu getallen boven en onder kloppend gaat maken, dan zie je dat er onder gaat ontstaan 0. En boven ook een 0. Ja, dat zijn de getallen van een gamma deeltje. En nou schijnt het zo te zijn dus dat daar twee gamma deeltjes uitkomen. Dat is het proces waar het om draait. Om gamma straling te laten ontstaan in het lichaam heb je dus positronen nodig. Want die gaan met de aanwezige elektronen die gamma deeltjes ontstaan. Nou, en deze gamma deeltjes die kunnen wel door het lichaam heen. En die worden dus van buitenaf ook gedetecteerd. Maar je weet niet in welke kant ze eruit schieten. Dus dan zul je ook weer rondom moeten gaan meten. Nou, je moet op elke plek met een gamma-camera aanwezig zijn om ze te kunnen opvangen. Nou, hoe dat dan zit met deze precieze reactie en dat er energie uitkomt, dat gaan we later leren in hoofdstuk 16. Maar dat laat ik nu maar even zitten. Goed, dat is dus wat een PET-scan inhoudt. En dan zie jij hier in de foto dat het glucose zich vooral heeft opgehoopt op de lichtgevende gebieden. Daar is dus veel gammastraling ontstaan. En dan zie je hier nog wat opmerkingen van de arts. Teruggekeerde darmkanker. Maar je ziet dus helaas ook uitzaaiingen. De blaas is al aangetast. De lever heeft al wat vlekjes. De nieren. Dus dat is... Dat is natuurlijk een slecht resultaat hè, als je dit krijgt uit een PET-scan. Oké, dat was de PET-scanner. Dan gaan we naar de MRI-scanner. M voor magnetisch, R voor resonantie en I voor imaging. Dus beeldvorming op basis van magnetische resonantie. En wat betekent dat nou? Hier zie je een voorbeeldje van een MRI-scanner. Alweer een donutvorm waar een patiënt doorheen wordt gehaald. En je ziet dat een MRI-scanner zeer geschikt is om gedetailleerde informatie van zachte weefsels te maken. Dus je ziet hier de hersenen heel gedetailleerd en de spieren, de zenuwen. Nou, dit gaat niet op basis van radioactieve straling, dus wat dat betreft is deze methode een buitenbeentje. Maar hij wordt wel genoemd omdat hij toch heel vaak...
voorkomt en een belangrijke nieuwe beeldvormende techniek is in ziekenhuizen. Gebeurt op basis van magnetisme. Even heel kort, want het is een ingewikkeld proces hoor. De waterstofatomen in ons lichaam kun je zien als een soort van magneetjes. Maar ze staan normaal gesproken gewoon kriskras in willekeurige volgorde. Maar dan word je in die donut geplaatst en daar zit een spoel in waar heel veel stroom doorheen gaat. En we weten dat binnen de spoel dan een magnetisch veld wordt gemaakt. En die magneetjes gaan dan allemaal dezelfde kant op staan. En dan wordt het magneetveld weer nul gemaakt en die magneetjes die gaan dan weer door elkaar liggen qua richting. En zo worden die magneetjes in resonantie gebracht als het ware met aan-uit magneetveld. Ja, en dan gaan ze trillen, maar ja, op een gegeven moment verliezen ze wel hun bewegingsenergie en dan staan de atoompjes weer stil, de waterstofatoompjes. Maar ja, verlies van bewegingsenergie betekent dat die energie wordt uitgestraald en die straling die kun je meten. Heel kort in de werking van een MRI-scanner. En dan de laatste, de echografie-methode. Bekend van het in beeld brengen van baby's in de buik. Hoe werkt zoiets nu? Ook weer niet op basis van de radioactieve straling. Je hebt een probe, zo noem je dit ding, een probe. En die beweeg je over de buik. En die maakt geluidspulsjes. Ultrasoon, dus dat betekent hoger dan wij kunnen horen. En zoals jij weet, geluid kan ergens op terugkaatsen. En geluid doet dat heel goed als de wand heel hard is. In een kamer met betonnen wanden, daar hoor je makkelijk een echo. Maar ga je die wanden bekleden met piepschuim bijvoorbeeld, dan wordt dat geluid geabsorbeerd en dan komt er vrij weinig terug. Dan hoor je geen echo. Dus op zacht materiaal kaatsen eigenlijk geen geluid terug. En dat is wat er hier nu ook gebeurt. Er wordt geluid gemaakt, een pulsje. En dat kaatst ergens in het lichaam terug op zo'n weefselovergang van zacht naar hard. Nou, dat apparaat weet wanneer die een pulsje heeft uitgezonden. En die gaat een tijdvertraging meten wanneer die de echo terug hoort. Ja, en afhankelijk van hoe lang dat duurt, weet dat apparaat dus hoe diep die harde weefselovergang zit. Hoe dieper dat is, hoe meer tijdsvertraging tussen het zenden van de puls en het terugmeten van de echo. Nou, en dan met slimme rekentechnieken kun je op basis van die tijdsvertragingen een beeld maken. Hè, dus dat is wat je dan hierbij moet weten op basis van geluid. En dat het gaat om terugkaatsing van het geluid. En dat dat dus wel zit in de weefselovergangen, dat er iets terugkaatst. Ja, als jij een perfect homogeen weefsel hebt waar geen enkele verandering in zit qua hardheid, zeg maar, dan kun je vrij weinig in beeld brengen. Dan krijg je een wazig beeld van de echo. Het gaat echt om de veranderingen in die hardheid van weefsels. Oké. Goed. Nou. Dat was even in vogelvlucht verschillende medische beeldvormende technieken. Dus dan weet je nu ongeveer wat ze inhouden. En zoals ik al zei, dat is dus de basis voor de les volgende week. Als we ook gaan rekenen aan die beeldvormende technieken. Want dan zul je wel kennis moeten hebben van wat zo'n behandeling nu precies inhoudt. Jullie hebben het in je rooster waarschijnlijk al gezien dat we straks dat domein weer niet maken. Er zijn profielwerkstuk presentaties om 12:30 en daar zit ik bij. Dus ik kan die les niet geven. Wij zien elkaar. Even kijken hoor, ik weet het eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd. Mijn nieuwe rooster. Ik wil even een plan met je bespreken. Ja, we zien elkaar donderdag weer. Ja, donderdag en vrijdag. Dus vanmiddag 6 gaat niet door. Wat ik donderdag met je wil doen, is een werkblad met jullie delen. Waarmee je gaat oefenen. Klein rekenwerk gaat uitvoeren
aan een PET-scan. Dat werkblad staat ook op ELO beschikbaar, maar daar hoef je nog niet naar te kijken. Ik denk dat je nog zat andere oefening te doen hebt uit de planner. Als je die oefening echt van tevoren wil maken, dan moet je maar laten weten. Dan vertel ik je welke dat is. Maar dat is in ieder geval het plan om donderdag samen te doen. Ja, dan was er nog een oude vraag van een aantal van jullie uit de klas. Maar ik check even, volgens mij is die niet meer relevant. Er werd mij gevraagd om donderdag het 8e uur te verplaatsen, hè, naar vrijdag het 3e. Omdat er voor veel mensen uit de klas dat een vervelend moment was vanwege veel tussenuren voorafgaand aan donderdag 8e. En toen heb ik gezegd, nou, het vrijdag 3e kan wel. Die heb ik aan de roostermaker gevraagd, maar uiteindelijk heeft hij gezegd, ja, dat heeft niet zoveel zin meer, want vrijdag 3e is voor veel mensen alweer gevuld met scheikunde. Dat klopt toch? Meneer. Ja, klopt dat? Vrijdag 3e is eigenlijk geen mogelijkheid meer voor je. Veel mensen. Ja, we hebben scheikunde dan. Daar is scheikunde ingekomen. Dat is iets nieuws, toch? Dat was niet zo. Ik weet niet, maar kunnen we niet domeinopdrachten insturen? En als je het goed hebt, dan hoeven we het niet te maken, niet te komen die 8 uur. Nou, ik is denk toch dat wel een domeinuur. Ik denk dat je al wel meer werk te doen hebt dan alleen maar die opdracht, hoor. Van donderdag 8e. Kunnen we niet zelfstandig werken aangezien het domeinuur is? Ja, donderdag ga je wel gewoon werken aan die opdracht. Ik ga geen uitleg meer geven. Ik ga gewoon die opdracht aan de hele klas geven. En ik geef misschien een kleine introductie van wat de bedoeling is. Maar dit is gewoon werktijd voor jullie donderdag 8e. Nee, die les die gaat gewoon door. Maar geen uitlegtijd. Het is voor jou gelegenheid om aan opdrachten te werken. Maar vrijdag 3e gaat niet meer. Hè? Ik hoorde eigenlijk alleen maar Jan dat niet meer kan. Dat vrijdag 3e scheikunde is. Ja. Dus dan blijft die donderdag 8e staan, denk ik. Is dat nog steeds voor jullie voorafgaand met tussenuren, donderdag 8e? Nou ja, ik hoor het graag op een ander moment dan. Als jullie zeggen, we hebben voor donderdag 8e 2 tussenuren, dan moeten we alleen maar wachten op donderdag 8e natuurkunde. Dus ik snap dat dat vervelend kan zijn. Dan wil ik best wel verder kijken. Maar als die tijd voorafgaand aan 8e uur gewoon gevuld is met andere lessen, ja, dan is er niks aan de hand, toch? Maar goed, dat houden we dan buiten deze les. Dat is verder niet belangrijk.